Goedemorgen allemaal, hallo. Jongens, die pijn in mijn voet is niet weg. Ah. Hey allemaal, nou ik ben in de kleedkamer en gisteravond kreeg ik opeens zo'n pijn aan mijn linker enkel. Het is dit stukje. En het doet zo'n zeer, als ik loop dan voel ik het. Maar zodra ik op ga leunen, dan doet het gewoon pijn. En nou, ik kom nu aan hier op school en ik had gisteren al even een zalver opgesmeerd. Maar ja, het helpt natuurlijk niet echt. Dus ik weet dus niet wat is handig. Dus ik heb met Woutje overlegd, ja, ik ga gewoon tegen de docent vertellen. Nou ja, we hebben er 5 vandaag, dus dat moet je 5 keer vertellen. Ja, weet je, ik heb zo'n pijn aan mijn enkel als ik niet eens kan staan er goed op 1 been. Want dat doet zeer, want daar krijg je druk op. Ja, en heel ballet draait om op 1 been te staan. Dus ik weet niet of het handig is als ik ga dansen vandaag. Zeker om de erge pijn, ja, te ontwijken. Ja, ik denk dat ik dat ga doen. Er is dus vandaag geen visio op school, want het is woensdag. Dus misschien dat ik even naar een visio toe moet. Weet ik dus niet. Ik vind het zo'n lastig verhaal. Maar ik kan echt niet dansen, want ik denk... Als ik loop, dan voelt het een soort van... Ja. Ja, ik... Ja, oeh, als ik op... Oeh, nee, dat doet zeer. Nee, dit is niet goed. Oké, update. Ik heb het net even verteld aan mijn docent. En die zei eigenlijk ook van, nou, dan kan je niet dansen. Want als je niet echt goed kan lopen, kan je ook niet dansen. Hij zei van, drink een theetje. Ga een theetje drinken. En dan rusten. Hij zei ook van, ga naar huis. Maar ik dacht van, ja, ik heb vanmiddag repetities. Dus ik wil daar wel bij zijn, zeg maar. Ja, dus dit is natuurlijk eigenlijk gewoon weer een hel. Dus ik zit hier nu met een broodje pindakaas. Het is nu 9:30. Zij hebben nu dan ballet. En ja, ik weet niet meer. Ik heb even de fysio geappt. Maar ja, ik... Weet je, ik kan eigenlijk niks. Wouter zei van, ga naar een dokter. Maar ja, dan moet ik eerst een dokter verzoeken of zo. Ik vind ook allemaal zo'n gedoe. Ik denk gewoon, als ik gewoon zit en niks doe, dat het goed gaat. Dus dit wordt een dag zitten. Ja, ik ben ook de balletles niet gaan kijken. Dus ik... Oh... Hi Jason, gaat alles goed? Ja, moe. Ja. Nou, maar het gaat toch niet zo zijn dat ik hier gewoon letterlijk ga zitten de hele dag en dit als uitzicht heb? Nou, dan... Ergste dag van mijn leven. Ik ga gewoon nu rustig naar beneden en dan ga ik even in de kantine iets van een theetje drinken of zo. Een theetje. Zij hebben tot, even kijken, 9:30. Zij hebben tot 11:00 ballet. Dus als ik dan 11:00 hier weer boven ben. Ik voel me zo nutteloos, weet je. Je wilt zo graag dansen. Maar het kan gewoon niet. Dat is zo gek. Oké, ik ga naar beneden toe. Sorry jongens, dit wordt ook echt een vlog van Eet Mijn Schoen Op. Maar ja. Nou, in de kantine. Leuke muziek hoor ik. Die balletschoentjes ook, geen gezicht. Ik denk dat ik een sausijzenbroodje neem. Oké, guys, ik heb even een sausijzenbroodje en een theetje. En dat ga ik nu even lekker eten en drinken. En ja, een beetje uit mijn neus vreet. Ja, ik... Ja. Huh? Oké, update. Ik heb om 1:00 een call met de visio. Ik heb niet een fysieke afspraak, maar een call. Dus zij belt me dan om 1:00. En nou ja, gewoon voor advies, een adviesgesprek. Ja, beter advies dan niets. Dit is Jason. Ja. Ah. Ja, maar ik kan wel normaal lopen, maar dan is het wel gevoelig. Ik weet niet of dat zo slim is. Wouter zei helemaal tegen mij van, jij moet op krukken. Ik dacht, pardon? Ja, nou ja, als je niet, ja. Ja. Toch lekkerder, als nou. Je, anders moet je hinken. Ja. Nou, the mood of the day. Nou, ik ga even ijzen. De fysio belde mij net. En zij zei ijs. Veel ijzen. Dus wat ik nou ga doen is, ik heb een coolpack. Of een icepack. Leg ik dan op de plek. Zo. En dan ga ik zo zitten.
Ja, en zitten en een beetje voor me uit te staren. Inmiddels is Wouter ook gearriveerd en we zijn weer in de kantine. Want ja, eigenlijk doe ik vandaag helemaal niets. Ik heb net heel lang eisen. En even met mijn benen omhoog, maar eigenlijk doe ik helemaal niks. Zo zielig hoe jij loopt. Ja, als een manke beer. Ja, ja. Ja, omdat ik gewoon geen druk wil zetten op die voet. Ja. Ik ben zo aan het vervellen en nu zegt Woutje weer dat ik schurft heb. Hier moet je kijken, over vervelling. Je filmt even. Hier. Ja, dat moet gelijk met een crème. Kijk, van dit soort dingetjes. Dus dat is gewoon... Dat zijn velletjes, die schieten los van mijn huid. Ja. Wat is dat, een camera? Ra! Rot op. Ja, doe maar weer aan, hé. 1, 2, 3, 4. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Hey you guys, ik heb net it's lekker... It's been a while. Ja, it's been a while dat ik weer hier ben. Ik heb lekker met Tina Festival van de Zaterdag heb ik geëdit. Dus die ga ik lekker uploaden en dan kan dat online. En eigenlijk gaat alles verder wel prima. Ik zit lekker. Circuleren met de voet, circuleren. En ja, laatste les voor Wouter dan, hè. Want ik doe niet zoveel, maar ja. Ik ga wel kijken. En dan is het weer klaar. Ik moet wel lesgeven vanavond. Dus dat wordt lastig. Maar goed, ik verzin niet. Hey, Charlene. Hey, ik doe dit uit. Ja, dag daar. Hoe ga jij? Hoe ga jij? Ik ga goed. Ja, met de bebe. Met de bebe. Het is een hele grote buik. Nee, dat valt dus echt wel mee. Nou, ik heb nieuws voor je. Ik vind hem heel groot. Ja, maar ja, jij bent niks geweest. Nee, dat is waar. Zo mooi. Ja, het schopt al heel erg. De hik vannacht ook zoiets engs. Maar kijk, je voelt hier iets hards. Ik durf het niet te voelen. Wat is dat? Dit is het. Het schedel. Nee, dit is hij. Oh. Ja, ik denk wel zijn hoofdje trouwens nu hier, want hij heeft vaak zijn hoofd hier. Eng hè? Echt hè? Ja, ik vind er iets geks. Toen ik hik had, ging ik zomaar zo over zijn hoofdje wrijven. Ik dacht, oh, zielig, mijn pikkie. Arme kiel. Ja, heb je al een taartje genomen? Nee! Van Rebecca! Lekker! Zin in! Lekker taartje! Ja, ik moet lesgeven. Iedereen... Nou, niemand zit nog in mijn zaal. Nou, neem maar ook één. Estai, ja, heb jij genomen? Ik eet het even zo, hoor. Na de les, oké. We moeten wel snel afsluiten, hoor, want ik moet om 7:50 mijn bus hebben. Nee, dit sluit ik me af. Oh, wat fijn, super. Nou, opgelost. Op Rebecca. Nou, op Rebecca. Rebecca. Ik maak het. Even Dusha gaat ze op je. Gasper, wat ben je al goor toch ook? Nu ben je goor! Gasper! Ja, ik ga lesgeven hoor. Oh, is tegen iemand anders. Babbelen? Allemaal straattaal, dat ken ik al niet. We babbelen, hè? Nou, time, hè? Nou, jongens, ik ga lesgeven. Dag! Dag! Hey allemaal, lesgeven ben ik klaar mee net. Ging goed. Behalve dan een beetje met mijn been. Ik heb natuurlijk weer dat mankementje. Dus dat was wel even wennen. Oh, oh, ik ruik echt oliebollen. Ik meen het. Wow, wat lekker. Zo, daar heb ik weer zin in trouwens. Zo'n oliebol gaat weer helemaal komen straks. Nou goed, maar het ging goed. Ja, mijn voet. Ja, ik voel het nu wel. Ik loop weer half mank. Ik weet dus niet wat verstandig is. Is het handig... ik val gewoon helemaal om. Is het handig om morgen te dansen? Ik weet het dus gewoon nog niet. Ik vind het lastig. Ik vind het echt heel lastig. Dit was het weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Nou ja, zoveel leuks was er eigenlijk niet aan vandaag. Maar goed. Wat ik wel heel even nu meteen ga doen, is even weer wat zalf op mijn voet smeren. Ik weet niet of het helpt. Ik ga het toch zo even meteen doen. Tot morgen.